Hello again. Dus we waren hier. Misschien buig je benen een beetje, misschien strek je benen helemaal uit, misschien pak je wel naar boven, misschien laat je warme zakken steken weer. En dan gaan we rustig nog één flow doen. Breng je dikke tenen dichter bij elkaar. Adem in lengte in de bek. Adem uit. Hook or jump and go down. Handen achter de schouders. Breathing upward facing dog. Breathe out downward facing dog. 5 breaths. Just feel your dog. Misschien buig je benen een beetje als dat beter voelt. Duw die hielen naar achter. Duw die knobbeltjes van je ellebogen naar buiten. Voel die spanning in je buik. In je bekkenbodem. Misschien wil je niet stil blijven staan. Misschien wil je zachtjes. Die heupen meer naar rechts, meer naar links. Doe die vingertoppen in de grond. En dan breathing, adem uit, buig je benen. Walk or jump to your hands. Kom in yoga squat. Doe die ellebogen tegen je benen. Doe je zitpotjes naar beneden. Lengthen your back. Probeer je gewicht een beetje naar achter te krijgen. Als dat moeilijk is voor je knieën, kom dan op je zitvlak zitten. Breng je voetzolen tegen elkaar. Dat is ook goed. En dan kom rustig neer. Strek je benen uit. Kom in de rechterrug naar voren. Pak je dikke tenen vast. Lengthen when you breathe in. En dan duw je ellebogen naar buiten. En als je uithaalt, duw de knieën in de grond. Breathe in. Lengthen in de back. Breathe in. Breathe out. Come deeper. Duw die ellebogen naar buiten. Duw die knieën in de grond. Probeer je benen te gebruiken. Energize your legs. Pull your kneecaps up. Dus voel als je die knieschijven optrekt, dat je buik veel sterker is. En dan kom back. Laat die voeten los. En kom op je rug. Ik zal mijn mat een beetje schuin leggen. Ik denk dat dat makkelijker is om te zien. So come on your back, but going on your back, just try to go down slowly. Zet je voeten. Zie dat je nek lang is, dus pak je hoofd vast. Trek je kin naar je borst. Leg je hoofd rustig neer, zie dat je nek lang is. Wandel je schouders dichter bij elkaar. Doe zachtjes je onderrug in de grond en voel dat je dan spanning maakt in je buik. Probeer of je juist je hielen kunt tikken, draai die handpalmen naar boven. Duw eerst je staartbeentje van de grond. Come up with your tailbone first. Dus voel dat al die spanning hebt in je buik. Breathe in. Lift as high as you can. And then when you breathe out, keep the tension in your belly. En rol rustig. Werveltje per werveltje per werveltje. En relax. En terug. Strek je navel naar je rug. Trek je staartbeentje van de grond. Lift when you breathe in. Roll down when you breathe out. Breathe in. Eerst je navel naar je rug.
eerst je staartbeentje naar boven. Voel je stretch. And breathe out. And roll down slowly. Two more times. Trek je navel op. Breathing lift. Breathe out. And go down. En dan de laatste. Hop. And lift. Wandel je schouders dichter bij elkaar. Misschien kruis je vingers. Onder je rug. En duw die handen in de grond. Misschien pak een blokje. En relax. Misschien kom met je handen onder je heup en maak zelf een blokje. Misschien kom helemaal naar beneden. Dus je mag op een blokje blijven. Je mag op je handen blijven. Misschien zet die handen naast je oren. Duw die ellebogen dichter bij elkaar. Zie dat die voeten dicht bij elkaar zijn. Hou die knieën dicht bij elkaar. En het eerste wat je doet, is op de top van je hoofd. Dus duw je voeten in de grond. Top van je hoofd. That's one. En dan kom op. En dan push your feet in the floor. En duw die schouders weg van je voeten. Relaxing your head. For three, for two, for one, kom rustig terug en feel. Dus als je ergens zwaart zonder blokje, kom even terug en voel. En we gaan voor twee keer meer. Als je op een blokje ligt, be my guest, blijf op je blokje liggen, that's okay. Als je hier wilt, of op je handen, gaan we dat nog twee keer doen. Just feel. So, ready for round two. Kom met die handen achter, naast je oren. Duw die ellebogen dichter bij elkaar. Duw die voeten in de grond, hou die knieën dicht bij elkaar. Eerst op de top van je hoofd. Breathe in when you lift. And then breathe again in when you lift again. Duw die voeten in je mat. Duw die schouders weg van je voeten. Duw die zitbotjes naar de richting van je voeten. Breathe. En om terug te komen, eerst de knie naar je borst. En slowly roll down. En feel your body. Now you feel the magic happening. Dus blijf nog altijd op je blokje als je op je blokje ligt. Kom terug op je, met je heup omhoog als je op je schouders wil blijven. One more round, maybe on your hands. You don't have to do it. Als je dat nooit alleen gedaan hebt, dan doe je dat nu ook. Best niet alleen. Dus doe eerst, adem in, kom op de top van je hoofd. And breathing and lift higher. Push your feet in the floor. Do this it, but you swing from your hand. And then come here. Up right there. En feel. Dus misschien wil je op een blokje gaan liggen. Als ik druk heb gedaan op mijn handen, dan lig ik op een blokje op de laagste stand. Just to relax. You can do it higher if you want.
Dus als je nog niet op een blokje ligt, lig dan niet op een blokje of op een kussen. So try to lift your hip just a little bit. Make sure that you're relaxed in this one. Dus niet meer op je handen blijven staan. En vier, probeer of je die schouders dichter bij elkaar krijgt. Check of je handpalmen naar boven zijn. Feel, breathe. En dan voel voor jezelf. Misschien blijf met je voeten op de grond. Misschien voelt dat goed om je benen te buigen. Misschien voelt het goed om je benen te strekken. Dus het een is niet beter dan het ander. Als je meer ontspannen bent met je benen gebogen, misschien dat die benen in je handen vallen. Dus hou die ellebogen op de grond. Breng je handen naar boven. Laat je benen, ik vind deze super goed. Misschien wil je met je handen naar de grond blijven. Misschien strek je benen uit. Ik ga verder deze vandaag. Je hebt geen spanning meer nodig in je buik. Je blokje geeft je steun. Dus je mocht je buik ontspannen. Relax the belly. Relax your pelvic floor. Dus voel je buik rustig op en neer gaan als je ademt. Ontspan je kaken, je ogen, je mond, je gezicht. Misschien eender welke ze wil de rondjes draaien met je voeten. Twee richtingen. Misschien wil die schoen zuchten. Misschien wil de rondjes draaien met je knieën. Misschien wil je gewoon stil blijven liggen. Andere richting. En zet die voeten op de grond en als je kunt, wandel die voeten meer naar voren, trek je armen over je hoofd naar achter. Als iets te veel is voor je andere rug, buig je benen een beetje. So maybe you want to bend your legs a little. Maybe you want to straighten all the way. Feel what you need. En dan stap je voeten dichterbij. Breng je armen naast je. Duw die voeten in de grond. Hef jezelf. Rol rustig af. Trek je knieën op. Wiebel van rechts naar links. Passeert je rug. Open die arms. En kom met twee knieën van rechts naar links. En dan hou die knieën op. Pak je benen vast. Trek je kin naar je borst. Misschien kin naar je voeten. Misschien aan je benen met een klein bolletje. Klein bolletje, 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 bolletje. En dan probeer je benen meer te strekken. Straighten the legs. So maybe grab your legs somewhere here. That's okay. Strekken, 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 strekken. Kin naar je borst. Misschien blijf even hier. Dan buig je benen. Hou die knieën dicht bij je buik. Kom op de grond. Misschien pak je hoofd even vast. Lengte in je nek. Hou die knieën dicht bij je buik. Laat die knieën zakken naar links.
En misschien wil je een kussen onder de knieën of tussen de knieën steken. Dus voel die stretch in die linker, in die rechterkant. Zucht eens als je dat wilt. En dan kom terug. Hou je knieën diep bij je buik. Breng je knieën naar rechts. So maybe cushion or block between your knees. Under your knees. En stretch je de linkerkant. En dan draai je even op je rechterzij. En als je twee dezelfde dingen hebt om onder je benen te leggen, dan zakt je rug beter op de grond. Dus breng blokjes of kussens onder je knieën of onder je bovenbenen. Breng je schouders dichter bij elkaar. Draai je handpalmen naar boven. Misschien nog een keer je hoofd pakken. Trek je kin naar de borst. Ah, so feel what happened in your body. Feel the magic. Laat je dieper zakken in je mat. Maak die voeten, die hielen zwaar. Laat die voeten naar buiten zakken. Maak je benen zwaar. Je knieën. Je heup, laat die heup dieper in je mat zakken. Voel die buik zachtjes en traag bewegen. Ontspan je rug. Laat je schouderbladen dieper in je mat zakken. Ontspan je schouders, je armen, je ellebogen, je handen. En beweeg een klein beetje van rechts naar links met je hoofd. En kom dan terug stil en probeer of je je achterhoofd zwaarder kunt maken. En dan probeer of je alle rimpeltjes uit je gezicht kunt trekken. Langs je mond, rond je neus, rond je ogen.
Probeer alleen over je ademhaling na te denken. En probeer te voelen waar dat die ademhaling zit. Waar voelde dat in je neus? Waar voelde dat in je lichaam als je inademt? En waar voelde dat in je lichaam? Waar voelde dat in je neus als je uitademt? Check of je kaken ontspannen zijn. Als je nu lijstjes aan het maken bent, wat je nog moet doen vandaag, als je nu al aan het denken bent wat je gaat eten zometeen, probeer dat nog even weg te steken. Laat dat passeren als wolkjes. En denk alleen nog maar aan die ademhaling. Voel wat er gebeurt als je ademt. Zak dieper in je mat. Check of je kaken ontspannen zijn. En dan beweeg je vingers en je tenen. Polsen, hielen, enkels. En strek jezelf uit. Pak je tijd, take your time to stretch yourself. Geef die schoen. En even in kan op met die knieën. Laat die knieën nog een keer naar links trekken. En laat die knieën naar rechts trekken. En dan langs je rechterkant. Kom rustig op. Dankjewel om hier te zijn. Ik wens je een prettige dag. Geniet van de zon, want morgen gaat het veel kouder zijn. Ik zie je terug op de Insta van La Gym maandag om 10 uur voor een herstelde yoga. Prettig weekend. Dankjewel voor jullie energie. Kom je handen naar je derde oog. Voorjaar. Namaste. Feels so good. Oh, zalig. Dankjewel.